Op plaats nummer 7 geëindigd voor Unitas Assen is het Zevenaar Dirty van der Heijden. Plaats nummer 6, ook voor een Assenaar, of fietsen die erop vasten, de Terminator Martijn Scherpen. Op 6, op 5 geëindigd Joris Hansen voor de deurtrappers. Op 4 geëindigd Ben van der Wetering voor Os. Op 3, en des op het podium, Martijn Jaspers voor de Wisselkosters uit Ommen. Op 2 geëindigd Raymond van der Biezen, uitkomend voor The Wheels. En de Nederlands kampioen 2011, dames en heren, komt uit voor de BMX Greenhoppers, Jelle van Gorkum. Nou, ik heb het vooral wel gedaan. De huidige al een shirt, maar het schijnt niet het nationaal trikot te zijn. Of weet je op een andere manier een andere dan schijnt om de schouders gaan. Ja. De gouden medaille, dames en heren, omgaan met het nationaal trico. En van u de rest nog eventjes het applaus, denk ik. Als u gaat staan en zijn handjes omhoog gaat steken. De nieuwe Nederlands kampioen, Jelle van Gorkum. Nou, dat was het, Jelle. Prachtig, gefeliciteerd, jongen. En ik denk, dames en heren, dat we net zo gauw door mogen gaan. En dan kijk ik even de mensen van de organisatie. Dan mag iedereen op het binnenterrein komen. Maar let op, u mag niet op de tegels komen staan. Anders komt daar geen renner zometeen weer door die gehonderd mag kan worden. Naar rechts, jongens. Nogmaals, Jelle van Gorkum, Nederlands kampioen 2011.